Hey, hallo, Giel hier en welkom bij Koekeroes Trauma Talk met Robert Bridgman. Het gaat over het thema trauma en we hebben al besproken wat een trauma is en vooral ook hoe we daar helemaal niet bang voor hoeven te zijn. We hebben het allemaal en het hoeft ook weer niet zo gelijk te zijn dat je helemaal gek bent. Sterker nog, het is bijna gek als je het niet hebt. We hebben het gehad over waar het zich in uit en dan heb je het over verslavingen, gedrag met je emoties, dat je in een bepaalde kramp kan schieten. Maar ook dingen als een voedselallergie. Het kan allemaal, meestal eigenlijk wel, ligt er een trauma aan ten grondslag. En dat is wat we in de vorige aflevering behandeld hebben. Dat hoeft dan ook weer helemaal niet iets te zijn wat alleen maar gebeurd is in dit leven. Sterker nog, de kans is groot dat het juist komt van je voorouders of veel groter nog, vanuit een karmisch trauma, hoe noem je dat? Ja, karmisch trauma. Een karmische wond, hè, die zich opent in de jeugd. Ja. Super dankbaar nu al, Robert, voor wat wij hier al hebben behandeld en besproken. En hopelijk mensen een handvat hebben gegeven om daarmee aan de slag te gaan met zichzelf en mensen in je omgeving. En daar gaan we in deze laatste aflevering iets dieper op in. Want er zijn nogal wat methodes om een trauma te herstellen. Ja. En eerst wil ik eventjes goed weten hoe jij dat eigenlijk ziet. Want als we het heel neurologisch bekijken, dan is er een pad dat gebaand is door een trauma. Dus als je ervan uitgaat dat vastgelegde paden zijn wel. Het menselijk brein is neuroplastisch. Mm-hmm. En de neuroplasticiteit wil zeggen dat het continu in beweging is. En dat eigenlijk alles wat je... Er is een hele mooie definitie voor neuroplasticiteit van Philip Golden. Was destijds professor aan Stanford toen ik les van hem kreeg. En die zei, alles wat je doet, alles wat je denkt en alles waar je aandacht aan geeft, verandert de structuur en de functie van je brein. Dus bij alles wat je doet en waar je mee bezig bent, wordt dat continu veranderd. Ja. Als je dan kijkt naar DNA bijvoorbeeld, dan zeg je kunt heel makkelijk je DNA aanpassen, veranderen. Dan zeggen ze, dat kan toch niet, dat staat toch vast. Maar als je realiseert dat wetenschappers nog maar een paar procent van het DNA begrijpen, ja, misschien 3-4%, en dat de rest dus nog onontgonnen terrein is, dan is het niet gek dat we beseffen dat DNA niet alleen fysiek is, maar ook emotioneel, mentaal en spiritueel. Maar het is toch inmiddels trilling al vastgesteld is dat door bijvoorbeeld meditatie daadwerkelijk je DNA... Precies, daar is ook gewoon onderzoek naar gedaan. Ja. En dat maakt het zo interessant. Alles is aanpasbaar. Ja. En een trauma is een herinnering met een vervelend laagje eroverheen. Ja. Even vervelend is tussen aanleidingstekens. Ja. Met een negatieve perceptie. Ja. En als je die negatieve perceptie en die emotie en die negatieve gedachten van het trauma afhaalt, en de karmische laag, dus datgene wat zorgt dat het steeds weer terugkomt, en zorgt dat je de karmische les van het trauma leert, ja, dan kun je het heel mooi helen. Betekent niet dat de herinnering weg is. Nee. Die hoeft ook niet weg. Nee, maar daar wilde ik even... Maar wel dat je bijna denkt van herstellen. Nou, en ik snap hoor, hoef ook niet de woorden helemaal zo te ontleden. Maar eigenlijk is het dan dus ook veel meer omgaan met, weten dat het er is. En zoals je zegt, daar een les aan leren. Ja, en de uitwassen ervan verdwijnen wel. Yeah. Dus de trauma zelf, daar haal je de emotie en de lagen vanaf. Maar vervolgens merk je dat mensen... Ik heb veel met alcoholisten gewerkt. Ik heb natuurlijk zelf ook wel een alcoholistische inslag gehad in de laatste 10 jaar voor mijn ontwaken, zeg maar. En in mijn jeugd trouwens ook al wel. Dus ik heb daar wel iets mee met mensen die daar in vast zijn komen zitten. Maar het idee dat eens een alcoholist altijd een alcoholist is, slaat kan nog wel op het moment dat je het vanuit het trauma bekijkt. Want op het moment dat je het trauma kunt helen, dan kun je dus aan de verslaving mee. En ik heb meerdere alcoholisten geholpen om weer een glas wijn te kunnen drinken. Heel goed, want ik ben zo blij dat je dat zegt. En ik heb hier eerder wel wat discussies over gehad. En voor iedereen, als iets werkt, dan werkt het hoor. Maar precies dat wat we allemaal kennen van de AA en zo. En dat is een fantastisch stappenplan. Maar maar er zit nog wel toch een soort vasthouden aan... Identificatie. Ja, exact. Ja, zit daarin. En dat is helemaal niet nodig. Nee. Als je de onderliggende trauma's weghaalt. Nou ja, en dat geldt ook voor persoonlijkheidsstoornissen. Weer even die aanhalingstekens. Want als je kijkt bijvoorbeeld borderline. Kijk, in een persoonlijkheidsstructuur. Ik onderscheid 4 hoofdgroepen in persoonlijkheden. Je hebt authentieke persoonlijkheden. Dat zijn zeg maar de persoonlijkheden die vanaf de conceptie vrij zuiver ontwikkeld zijn. Dan heb je de innerlijke kindstukken. De stukken in je jeugd die geen liefde hebben gekend en zijn bevroren in een bepaald levensbewustzijn, leeftijdsbewustzijn.
Dan heb je de beschermingsmechanismen. Dus de mechanismen die de pijnstukken beschermen. Mm-hmm. En dus dat kan bijvoorbeeld arrogantie zijn of sabotage of gemeenigheid. Ja, gewoon of een muur die je bouwt. Precies. Ja. En dan heb je de dragers, de pijndragende stukken. Dus de trauma, de getraumatiseerde stukken, wat Eckhart Tolle het pijnlichaam noemt. En die stukken, die zorgen... Bijvoorbeeld iemand met borderline, die heeft vaak... naast de authentieke persoonlijkheid die zich op de achtergrond bevindt... is er een hele sterke drager. Ik overdrijf een beetje. Brigitte Kaandorp, ik heb een zwaar leven. Ja. Dat. En er is het vaak een hele sterke... die op andere momenten in boven komt. Zegt, joh, je maakt mij de pis niet lauw, hè, die. En op het moment dat je dus die drager gaat helpen genezen... hele, de trauma's. Dat is vaak procestrauma wat erachter aan de grondslag ligt. En heel erg karmisch. Dat meestal mensen, ook mensen, er zijn heel veel mensen met allerlei aandoeningen die niet in de jeugd, dat ik denk, ik heb toch eigenlijk helemaal niks meegemaakt. Nee, maar wel, je neemt heel veel karma mee uit andere levens. Dus door die dragende persoonlijkheid van trauma's te verlossen, zeg maar, kun je die als het ware weer terugbrengen. Het zijn afsplitsingen. En die beschermer is dan niet meer nodig. Die kun je ook terugbrengen. En vervolgens kun je die weer... Ik zal niet zeggen dat ze weg zijn. Ik ga ook niet claimen dat ik bipolariteit kan oplossen. Maar je kunt het heel erg verzachten. En je kunt het heel erg leefbaar maken allemaal. Ja. Nou, en ik denk dat dat belangrijk is om te beseffen. Ook angsten. En dat ik ook zie... Hè, inmiddels die 4500 sessies over 13 jaar tijd. Dan ga je ook terugkijken. Ga je ook zien dat mensen die waar je in het verleden mee gewerkt hebt... dat die ook daadwerkelijk... van die klachten af zijn. Kan ook depressie. Ik heb ook met mensen gewerkt met zware depressie, tegen het zuurstalen aan. En dan op een gegeven moment ben je zo ver met zo iemand. Ja, dat er weer levensgeluk is en weer plezier is. En dat er geen medicatie meer is. En dan krijg je nog wel eens een telefoontje. En soms doe ik ook zelf wat onderzoek om te kijken. Nou, hoe ben jij na 5, 6, 7, 8, 9, 10 jaar? En dat is fantastisch om te zien. Dus ik denk dat dat het belangrijkste is. Hè? Dus dat je door de laag van trauma af te halen... kun je iemand weer een leven teruggeven. Ja. En dat heeft heel veel impact. Niet alleen voor de persoon zelf en de omgeving... maar ook voor de hele maatschappij. Ja. En uiteindelijk voor de hele mensheid. Ik vind ieder trauma... het los je niet alleen voor jezelf op... maar heel je voor de hele mensheid. Ja. En voor de komende 7 generaties. In elk geval voor je eigen kinderen en kleinkinderen. En als we dat... aanhouden, dan is het fantastisch spiritueel werk wat je doet. Want je bent door... Want het is nogal wat, hè? Je moet je eigen demonen aankijken. Mm-hmm. Je moet de shit in. Ja. En de meeste mensen die gaan liever dood... lopen er van weg, dan dat ze de shit ingaan. Ja, ja, ja. Want we zijn pijnvermijdend. Het zit in ons systeem, overlevingsmechanismen. Dus als jij dan zegt, nou... die hele echte pijn die jij voelt, die eenzaamheid... dan gaat er maar eens naartoe. Dan zeggen mensen, naartoe? Ben helemaal, daar ga ik juist vanaf. Waarom denk je dat ik zo hard werk? Waarom denk je dat ik de hele dag op mijn telefoon zit? Waarom denk je dat ik zoveel zuip in het weekend? Ik wil daar niet naartoe. Nee. En dan zeg je als therapeut, nou, ga er maar naartoe. Ja. Doorvoel het maar, zie het maar als poort. En dan gaan we eens kijken wat eronder zit. En bam. En dan kom je in die trauma's. Nou ja, en dan kun je kunt daar zo jezelf zo mee bevrijden door je demonen aan te kijken. Weet je, de Boeddha zei, zonder modder geen lotus. En als je dat beseft, en dan ga je modder ook... Ik had laatst iemand in een retreat op Terra Nova bij ons... en die zei... Ze was teruggekomen voor de tweede keer... en ze zegt, ik heb echt... van mijn modder mest gemaakt, zei ze. Ja, mooi. Dus vruchtbaar. Vruchtbaar. Ja, en waar ze op kwam. Mooi. En dat is wat het is. Ja. Nou, ik zit ook zelf... ik ben in de eerste module van jouw online transformatiecoach. En dan merk je ook wat je net even zei met gedachten. Daar zit ook een onderdeel in van het holistisch manifesteren. En dan merk je gewoon, als je dat voedt... Ja. Met positieve gedachten. Ja, dat is al zo'n wereld van verschil. Wij gaan het nu, ik heb hier je boek even erbij gepakt, de essentie van transformatief coachen. Dit zou je kunnen zeggen is de boekvorm van, ik denk dat de echte opleiding nog wel wat dieper gaat, ook in het coachen. En je hebt dat vorige week uitgelegd. Ja. Maar dat is jouw eigen methode met daarin... eigenlijk de best of heel veel dingen die jij hebt meegemaakt. Dat is mijn methode. Ja. Mijn methode is een best practices van andere... Ja. Van traumahelingsmethoden en veel meer trouwens. Maar binnen een bepaalde structuur. Ja. En een bepaalde werkwijze met stappenplan.
De 8 stappen van transformatief coachen, het T-model. Dus ik heb het zeg maar zo opgebouwd dat je heel intuïtief werkt, heel diep werkt, in al die lagen, heel holistisch werkt, maar wel volgens bepaalde stappen, zodat je, als je die methodiek volgt, dat je zeker weet dat je alles hebt. En ik hou niet zo van half werk. Ik beschouw ons ook wel eens als standaardse. Hè? We boren het eerst helemaal uit, maar dan moet ook echt al het zwart weg zijn, anders krijg je nieuwe gaatjes eronder, onder je vulling. En dan gaan we het, als het helemaal schoon is, gaan we het pas vullen en dan maken we het weer mooi. Ja, niet even polijst en klaar. Nee. Precies, precies. Maar jij hebt beloofd in de vorige aflevering dat jij de 3 herstelmethodes, die dus ongetwijfeld allemaal voor een gedeelte onderdeel zijn van jouw eigen methode, maar dat je die even wil behandelen. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ga dat vertellen, maar ik ga eerst een aanloop nemen. Want het is belangrijk om te weten, tenminste, dat vind ik, als het gaat om traumagenezing. Ik geloof niet in quick fixes. Nee. En alle mensen waar ik mee gewerkt heb, de teachers die ik heb gehad, de mentoren die ik heb, die zeggen eigenlijk allemaal hetzelfde. Er is geen quick fix. Het is niet zo dat als jij je trauma hebt en je gaat naar de psycholoog of naar de coach of naar de therapeut of naar de healer of naar de psychiater, dat er een manier is om in 1 keer paf van het trauma af te komen. Nee. En er zijn wel manieren om over tijd van trauma's af te komen. Gelukkig in de psychologie zie je dat er heel veel psychologen EMDR gebruiken. Vind ik een hele mooie methode. Ik gebruik hem zelf niet. Ik ben geen psycholoog. Maar wat ik ervan zie en vooral van terugkrijg van mensen die daarmee behandeld zijn. Fantastisch wat het doet. Het is natuurlijk ook cognitieve gedragstherapie en dergelijke. Dat is voor die mentale laag natuurlijk ook fantastisch. Maar EMDR is een hele mooie methode. Daarnaast zijn er zo verschrikkelijk veel methoden ontwikkeld in de afgelopen 120 jaar. Sinds in het jaar 1900 Mikao Ushui te Reiki kwam. Er zijn niet nog nooit in de geschiedenis, in de moderne geschiedenis van de mensheid, in de afgelopen paar duizend jaar, zoveel methoden om trauma's te genezen, tot transformatie te komen, en spirituele ontwikkelingsmethoden als in de afgelopen 120 jaar. Bizar. Echt bizar. Ja. En geweldig ook, hè? Ja. En al die methoden ben ik gaan onderzoeken. Dus of het nou EMDR was, of Touch of Matrix was, of regressie en reïncarnatietherapie. Altazar Method, ga ik zo meteen wat over vertellen. Allerlei shamanistische methoden. Sedona Method. Ik heb er 33 in dat boek staan, precies. En ik ben al die methoden gaan bekijken. Ik had in een eerdere aflevering verteld, ik heb ooit een moment gehad waarin ik mijn eigen conditionering helemaal kon doorzien. En dacht, oh wacht even, als ik de juiste methode krijg, kan ik dus dit en dat, kan ik het allemaal loslaten. En sindsdien doe ik dat. En die methode, daarvan heb ik ontdekt dat eigenlijk allemaal puzzelstukjes zijn. Er bestaat niet 1 methode die het hele palet afdekt. Nee. Dat is er niet. Al die methoden doen een stukje in een bepaalde dimensie of een bepaalde laag, fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel. En al die methoden samen heb je eigenlijk nodig. En als je dat ook kijkt, als je ziet dat de natives in Zuid-Amerika met hun plantmedicijnen bijvoorbeeld, hebben hele andere dingen ontdekt dan de Lakota met hun zweethutten, dan de boeddhisten met hun meditatie en de Indiërs met yoga. Maar dat zijn geen van die methoden is, ook als je boeddhistische meditatie is fantastisch. Ik beoefen dat intensief, elke dag, 30 minuten, al 13 jaar, met allerlei retretes en zo. Maar het dekt niet de hele lading. Nee. Want je kunt om trauma's heen mediteren. Dat is heel makkelijk zelfs. Dus het is nooit volledige uitzuivering. Ja, misschien als je 50 jaar in een klooster gaat zitten. Dus het is heel belangrijk om te gaan inzien dat al die methoden samen op mogen trekken. Maar ik wil net zeggen, want zeg jij eigenlijk van, er zijn meerdere wegen die leiden naar Rome, of moet je daadwerkelijk al die wegen behandelen om naar Rome te komen? Nee, er zijn meerdere wegen die leiden naar Rome. Ja. En voor de een is dat anders dan voor de Precies, ander. Okay. Ik heb laatst een gesprek gehad met Brahman Menor, ken je die? Nee. Die moet hier ook echt die moet je echt aan tafel krijgen. Okay. Wat een gast is dat. De nieuwe Wim Hof. Okay. Ja, ik heb hem ontdekt. Ik vind hem echt helemaal te gek. Top. Schrijf hem maar op. Ja. Wat hij doet namelijk, is hij leeft op prana. Oh, ja. Al 5 jaar lang. En eet hij niks. Nee, maar hij drinkt ook niet. Nee, okay. Prana, dus op levensenergie. Ja. En daar gaat binnenkort wetenschappelijk onderzoek naar gedaan worden. Dat is bij Wim Hof. Ik heb een jaar met Wim Hof heel intensief opgetrokken toen we die Kilimanjaro beklommen in onze korte broek. En ook dat, die methode van Wim, zit ook heel veel traumagenezing in. Hè? Door Zeker. Die kou en ja. door die... Ja. Maar wat Brahma Menno doet, is die als je
prana wil gaan leven, dan zul je je hele conditionering moeten aanpassen. Dan moeten de trauma's uit. Dan moeten de overtuigingen dat je eten nodig hebt en drinken om voor je energie en dat je niet doodgaat of ziek wordt, die moeten eruit. Je DNA moet herschreven worden. Dat vraagt nogal wat. En hij heeft dus een hele herconditioneringsmethode gedownload uit het universum om dat te kunnen doen. En hij leert mensen dus op prana leven. Nou, dat zijn allemaal methoden. Die ga ik dan onderzoeken, die methodes. Ik wil ze allemaal, I want to know them all, weet je. En door, liefst bij de founder. En zo ben ik Reiki Master geworden. En Siam Reiki Master is een Thaise variant geworden. Ik heb een Indiase leraar gehad waar ik ooit begonnen ben met reïncarnatie. Heel veel mediums, helderziende, healers, shamanen. Om alles te kunnen doorgronden. En weet je wat ik... Weet je wat de belangrijkste ontdekking is van alles? Dat er niet één methode is die de lading dekt. Maar twee, dat het een proces is van jaren... waarin je talloze methoden beoefent, elke dag weer, net zo lang... tot je merkt, ik word lichter en lichter en lichter en lichter. Die perverse gedachten zijn er niet meer. Dat stemmetje is weg. Die verslaving, ik hoef dat niet meer. Ik voel die angst niet meer. Ik word niet meer boos in die situatie. Ja. Dat is het. En dan weet je, wauw, ik ben daadwerkelijk aan het helen. De trauma's, of je nou weet waar ze vandaan komen of niet... ik ben daadwerkelijk aan het helen. En dus voor mij is het belangrijk dat je fysiek, dus yoga, voeding... pranic living, ik ga het nu doen, hè? Ik ga ervoor. Pranic living, yoga, sport, trainen... dat is allemaal fysiek lichaam, lichaamswerk. Dat vind ik altijd een moeilijk woord. Kinesiologie, dankjewel. Emotioneel, daar heb je methoden als het emotionele lichaam... als EMDR, als EFT... alles werkt uiteindelijk op alle lagen, hoor. Maar eventjes gewoon even specifiek aanwijzen. Mentaal heb je natuurlijk psychologie, de cognitieve gedragstherapie. Maar ook denk aan NLP, NLP-achtige oplossingen. Tony Robbins ben ik ook bij geweest. Voor het mentale stuk en een stukje emotie, een stukje spiritueel. Heel mooi. Familieopstellingen, daar zit natuurlijk ook een stuk emotioneel bij in. En spiritueel, dan heb je het over bijvoorbeeld de Althusser Method. Dan heb je het over... God, hoe heet het ook weer wat Yvonne Toussaint doet. Zij is EFT Master Trainer. En zij doet daarnaast Quantum. Ja, Quantum Physics. Logisch, ook iemand voor jou. Ja. Maar goed. Hoe heet ze zeggen? Yvonne Toussaint. Komt uit Amsterdam. Fantastische teacher. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je voor jezelf gaat ontdekken... welke methoden passen er bij mij? Maar dat je ook een stappenplan hebt in het toepassen van die methode. En dat stappenplan, dat is... de Bridgman-methode. Mm-hmm. Dat is wat ik heb ontwikkeld. Yeah. En ik nodig mensen dus ook uit. Ik zeg altijd, mensen die bij mij beginnen... zeg ik altijd, geef jezelf, dat heb ik ook gedaan, 4 jaar. 4 jaar. Ook een beetje rust. Intensieve methodes. Ja. Nee, geen aan rust. De bak. Ja, tuurlijk, maar ik bedoel... Tussendoor wel, ja. Nee, maar geef jezelf 4 jaar... om die eerste grote bulk trauma's te helen in jezelf. Met al die technieken die er zijn. En als je die eerste vier jaar klaar is... geef jezelf dan nog 10 jaar. Ik zit nu aan het einde van die periode, zeg maar. En als die 10 jaar is, dan ga ik nog niet vertellen wat ik dan ga zeggen. Want ik heb nog niemand die langer is dan 14. Ik ben er zelf 13 jaar mee bezig. Maar het gaat erom dat het een way of life wordt. Ja. Dat het ongoing is. Je hebt natuurlijk je meditatie en je beoefeningen en je yoga... en je alles wat je doet aan trillingsverhoging. Maar zolang je je trauma's niet aankijkt, je demonen niet aankijkt... kun je mediteren tot je het ongeluk weegt... Ja. Je kunt veganistisch eten, yoga beoefenen... naar klankschaalconcerten gaan tot je erbij neervalt. Maar je bereikt een plafond. Je komt op een gegeven moment niet meer verder. Dus een soort van onderdompeling in methode... waarbij ik 3 methoden heb die ik helemaal waanzinnig vind. Ik wil nog even voordat je losgaat... want ik weet dat je eraan over nadenkt bent. Yvonne Toussaint, die doet Equilibre. Is dat wat je bedoelt? Equilibre, dat is Equilibre. Haar onderneming. Oh, okay. En zij is dus EFT, master trainer... Nou ja. Zij leidt dus trainers op. Maar zij doet nog iets. En dat heet... En dat vind ik een fantastische methode. Maar ik weet dus niet meer hoe het heet. Quantum nog wat. Op een gegeven moment heb je zoveel methoden gezien. Ja, ik snap het. Ik haal het altijd als dingen onduidelijk blijven. Ja. Dus ik zoek het even. Weet je dat er ook een methode is die Shambhala heet trouwens? Ja? Ja. Oh, echt? Ja. Quantum release. Ja, ook quantum briljant. Release. Ja, briljant. Dat is wat ze... Oké, de top 3. Of gewoon je pakt 3 methodes erait. Ja. Ja, 3 methodes eruit. De top 3. Okay. Nee, dit is voor mij van al die meer dan 40 methoden die ik ook intensief heb onderzocht. Door ze gewoon door te gaan. Door ofwel naar het land van herkomst ofwel bij de founder in de leer te gaan. Sommige teachers ben ik al 13 jaar bij in de leer. 1,
twee, drie. We beginnen bij drie. Drie is voor mij EFT. Dat ja. is EFT is een hele toepasbare manier. Iedereen kan het leren. Het is heel makkelijk in feite. Natuurlijk heb je daar ook gradaties in. Hè? Iedereen kan lopen, hardlopen, maar je hebt de topsport en je hebt gewoon amateur lopen. Maar iedereen kan het leren. Er is heel veel wetenschappelijke onderbouwing voor. Echt heel veel. En het is een beetje de tegenhanger van EMDR. Je doet of EMDR vaak, en ik ken ook gelukkig steeds meer psychologen die EFT gebruiken. Ja. Waar EMDR met piepjes is EFT meer met aanraking, toch? Of zo? Ja, klopt. Tappen moet ook wel. Ja. Dus die acupunctuurpunten die stimuleer je terwijl je je aandacht bij het trauma hebt. Je geeft van tevoren een sutscore op. EFT is een methode die heel meetbaar is. Die ook bij oorlogsveteraan. Het is uiteindelijk een paar jaar geleden door het Amerikaanse congres goedgekeurd als officiële traumahelingsmethode voor oorlogsveteranen. Ja, weet je, ik heb zoveel met EFT gewerkt in het afgelopen decennium. En zoveel waanzinnige resultaten gezien bij mensen die met EFT tot enorme doorbraken zijn geweest. Dus dat is één. Die staat voor mij op drie. Zit ook in de opleiding dan natuurlijk. En op twee. En twee en één zijn eigenlijk bij mij... Close call. Hele close call. De ene keer de ene, de andere keer de ander. Maar laat ik nu op twee zetten. Regressie- en reïncarnatietherapie. En dat betekent, ik heb het in de vorige aflevering hebben we het gedaan, in trans. Ja. Terug naar je jeugd, terug naar andere levens, voorouders. Ja. En dat is een heel groot veld. Ik heb daar veel teachers in gehad. En ben daar... Ja, weet je, ik vind Dr. Brian Weiss-achtige mensen vind ik fantastisch om te volgen. In Nederland Maarten Oversier vind ik de beste reïncarnatietherapeut van Nederland bij far. Dat nog niet. Lees een boek, bestaansrecht. Ja, precies. Maar er zijn gewoon heel veel goede regressie- en reïncarnatietherapeuten in Nederland. Alleen als je regressie- en reïncarnatietherapeuten of therapie gebruikt zonder... mijn eerste methode, dan is het effect, wat ik kan zien, behalve als je Maarten Oversier heet en echt een waanzinnige meester bent, is minder. Okay. Dus het gaat een beetje om de combinatie. En de eerste methode, dat is de Altusser Method. Ja, je noemt het al. Daar heb ik dan uit van gehoord. Ja, de Altusser Method, Altusser Rossiter. Ja. Hij is dik in de 70. Hij is nu 11 jaar bij hem in de leer. Wow. Ja, hij is zelfs van, hij woonde bij Londen. Hij is van Londen naar Nederland verhuisd. Ik vond het zo gaaf wat hij deed. Ik heb zijn boek, Spirituele Intelligentie, heb ik naar het Nederlands vertaald gekregen. Ik mocht het voorwoord schrijven. En bij mijn uitgever Anke Hermes, super gaaf. En vervolgens hebben we gekeken, ik gaf al opleidingen en trainingen en workshop. En dat zijn we gewoon ook voor hem gaan organiseren. Ja. Want, ik vind het zo goed wat hij doet. En wat doet hij nou in zijn methode? Het is een hele spirituele methode. Want ik heb ook ontdekt dat zijn methode zonder regressie- en reïncarnatietechnieken veel minder effectief is. Dus dat is wel leuk. Maar wat doet hij in zijn methode? Je, op het moment dat je het doet, je cliënt nodigt, je bent de bron. Ja. Ik heb het al een paar keer genoemd in deze serie. Je bent de bron, het al in een tijdelijke, multidimensionale, unieke uitdrukking. Volledig kan ik hem niet geven. Dus die bron die in jou, we zijn allemaal al verlicht. De boeddhisten noemen dat je boeddha-natuur. Ja. De Kataren noemden dat je goddelijke vonk. Er zitten allemaal schilletjes omheen, maar in de basis... Het ik ben in non-dualisme, de Advaita Vedanta. We zijn al verlicht. We zijn in de basis zijn we al één met alles. Dat kan niet anders. Tussen ons en tussen die verlichting en ons dagelijks leven... er zitten lagen. Het spirituele, het mentale, de persoonlijkheidsstructuur... het emotionele, het fysieke en de relatie met de buitenwereld. Die bestaanslagen, zeg maar. Als je die verlichte kern van jezelf... dus de bron, de Indianen noemen het spirit... als je die verlichte kern van jezelf uitnodigt... Hè, denk vraag en het wordt gegeven uit de manifestatie... werkt van buiten naar binnen, maar ook van binnen naar buiten heel goed. En je zegt tegen die bron... joh bron, ik heb een trauma en ik heb last van deze verslaving... werk met mij op alle lagen, fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel... tot diep in mijn DNA, in mijn zielsbewustzijn... mijn voorouderlijk bewustzijn, in mijn celgeheugen. En doordrenk dit trauma met zoveel licht dat het wegsmelt. Weet je wat er dan gebeurt? Dan smelt het weg. Dan gebeurt het gewoon. Dat is pure magie. Oh my god. Dat is pure, in al zijn eenvoud. Doet. Ja, dat is pure magie. Maar de man ook zelf. Hij zit en zijn aanwezigheid is al zo helend. Ik heb me in zijn methode gespecialiseerd... Ik ben nu 11 jaar bij mijn opleiding.
En het zit vast in onze, in alle opleidingen die wij geven. Ik kan niet meer zonder dit werken. Nee. En wat ik zelf het meeste gebruik ook in onze retretes op Terra Nova is een combinatie van de Althusser Method met regressie en reïncarnatietherapie plus een aantal protocollen die ik zelf heb ontwikkeld. Ja, dat werkt zo verschrikkelijk krachtig. Ja. En het gaat zo verschrikkelijk diep. En ik hoop zo dat... net als die psychiater waar ik het in een eerdere aflevering over gehad, die zei van ja, wij hebben... Dit is de problematiek. En dit is de evidence-based oplossing. En jullie hebben eigenlijk het hele traject. Ja. Hij is bij Althusser Rossiter in opleiding gegaan, die psychiater. Om dat ook te leren. Hij zei, nou, dit moet ik gewoon snappen. Want dit is ik weet niet wat er gebeurt. Het is pure magie wat hier... En dan nog, hè. Geen quick fixes. Nee. Jarenlang, ik ben nu 13 jaar bezig met mezelf opschonen en ik ben nog lang niet klaar. Nee. Het is echt een proces van door. En als je ooit iemand tegenkomt die zegt, ik ben klaar, ik ben helemaal verlicht, ik heb niks meer, die liegt. Tuurlijk. Of die heeft geen idee. Nee. En die heeft een deel van zichzelf weg, zit in een spirituele bypass. Want dat is leven. Je leven, een onderdeel van het hier op aarde zijn, is continu die zelfheling. De oorspronkelijke volkeren die snapten dat. En ik hoop dat wij dat langzaam maar zeker weer gaan snappen. Want op het moment dat we dat gaan snappen en we gaan vanaf kinds af aan aan de slag met zelfheling. Je moet natuurlijk eerst die trauma's oplopen. Ja. Vanaf een jaar of 12 aan de slag met 12 met die zelfheling. En we worden gezonde mensen die onze angsten en onze verslavingen. Ik bedoel, je kunt de hele voedingsindustrie zo meteen opheffen als het zover is. Maar mensen die vanuit hun hart leven, mensen die weer genieten van het leven, niet zo piekeren, niet zo snel geraakt zijn of boos zijn. Heel veel gezondheidsproblemen zullen we niet meer hebben. En dit is ik kan dit, wat ik nu net zei, allemaal wetenschappelijk onderbouwen. En wat voor wereld gaan we dan naartoe met z'n allen? En wat voor trillingsveld gaan we dan bereiken met z'n allen? Dan komen we alweer heel erg richting die 15 dimensie, hoe je het ook wil noemen. Ja, ik vind dit echt machtig mooi hoe jij dit vertelt. En ook met name wat je net even aanhaalde met dat hele verlichten. Soms vraag ik me af, moet je dat wel willen? Dat is niet waarvoor wij hier op leven zijn. We zijn op leven om... Ja, je bent het al. Maar ga niet zeggen dat er niks meer te helen valt. Nee, en je bent... Kijk, je bent de... Ik zal het nog een keer zeggen. De bron in een tijdelijke, unieke, multidimensionele uitdrukking. Multidimensionale uitdrukking. Die een menselijke ervaring komt halen. Ja. Of een makkelijker gezegd, je bent de ziel die mens komt spelen. Je bent niet een mens die zo bron of zo ziel mogelijk komt doen. Zo verlicht mogelijk. Dus als je dat... Ik heb me er zelf aan schuldig gemaakt. De eerste, denk ik, anderhalf jaar, twee jaar, zeg maar. Je wordt op een gegeven moment wakker en dan heb je die eerste tijd gehad. En dan heb ik twee jaar heb ik een soort van in schijnverlichting geleefd. Ik woonde in Vietnam, ik had een centrum daar. Ik was in het wit gekleed. Ik deed magische dingen met mensen. En mijn vrouw die zei, nou joh, weet je, kom jij maar gewoon eens even op aarde, doe maar eens even normaal. Toen gingen we terug naar Nederland. En toen zei ze, nu wordt het pas echt moeilijk voor je. Ik zeg, hoezo dan? Ze zegt, gewoon weer terug. Ouders, Nederland, regels. En inderdaad, en gelukkig kon ik schakelen en weer landen. En toen dacht ik, jezus, wat heb ik mezelf wijs gemaakt. Ja. Nee, maar het is soms toch ook nodig, weer even een stapje achteruit. Natuurlijk, het is voor mijn ontwikkeling hartstikke fijn geweest. En ik heb een hoop mensen kunnen helpen. Maar ik ben gewoon mens. En zonder je zo heel veel verlicht voor te doen, kun je ook gewoon een magisch leven leiden. Ja. Maar dan wel een leven op aarde. Met alles wat daarbij hoort. Weet je, en een spiritueel leven is... voor mij is er niets spiritueel. Ik heb dat ooit eens van een sjamaan geleerd. Er is eigenlijk niks spiritueler dan een boer die zijn veld bewerkt. En bezig is met het leven. En, Giel Beelen die radio maakt. Ja, gewoon die in zijn kracht. Gewoon het leven. Ja. Weet je, dat is het meest spirituele wat er is. En spiritualiteit, het leven, het is nooit het doel in het leven. Nee. Het is ondersteunend aan je leven. Ik vind het mooi. Echt fantastisch, Robert. De essentie van transformatief coachen is een boek. Ik zal daar ook nu een linkje van in de beschrijving zetten. Mensen zien het staan. Maar ik raad vooral aan om gewoon, als je daar behoefte aan hebt. En ik zei in vorige aflevering al, als je die ambitie hebt, alsjeblieft doe het. Pak die kans, pak die handschoen op. Want daarmee help je echt de wereld, hoe groot het ook klinkt. Maar dat is absoluut een feit. Transformatieve coachopleiding dus. Waar je ook, zoals ik heb gedaan, eerst dacht, nou laat ik eerst even de eerste module doen. Dat is €299. Ik snap best dat het een investering is. Maar dat is vooral in jezelf. En nou ja, uiteindelijk dus ook voor een groter goed. Welke lagen wij kennen als mens zijn. Het energiesysteem kennen en gebruiken ook. En het holistisch manifesteren noem ik even. En nog wat meer.
Misschien is het tot besluit, ook van deze serie. En nogmaals, misschien krijgt het een vervolg van Traumatalk. Jij hebt speciaal voor Traumatalk een zelfheling module gemaakt. Ja. En ik kan me voorstellen dat een aantal kijkers en luisteraars, nou ja, hier bij aflevering 4 toch denken, ja, zal ik dat wel of niet doen? Kan je nog één keer even goed uitleggen wat je voor €50, het is te doen, zou ik zeggen, wat je krijgt. Ja, ik wilde een iets meegeven wat je makkelijk voor jezelf kunt gebruiken. Ja. Om ook daadwerkelijk aan de slag te gaan. En dus ik heb 4 protocollen opgenomen, transformatieprotocollen in de Altersarm Method, zoals ik die doe, in het Nederlands. En die protocollen die gaan dus over innerlijke kindstukken helen. Mm-hmm. Dus 1 protocol waar je eigenlijk die op allerlei jeugddingen kunt toepassen. Die kan je zo vaak mogelijk afspelen als je wil. Ja, top. 1 protocol gaat om je ouders. 1 protocol dat gaat over karma, dus vorig leven. En een protocol waar ik nog niet verklap van wat het is. De verrassing, hè? Nee, precies. De verrassing. En waarom? Omdat ik... Ja, ik denk dat wel duidelijk is geworden in deze talk. Ik ben van mening dat iedereen hier volle bak mee aan de slag mag. Ja. En dan wil ik dat ook graag faciliteren. Ja. Ik ga de komende jaren nadenken over... of de komende tijd nadenken over hoe dat zo goed mogelijk te faciliteren is... dacht ik een tijdje geleden. En toen raakten wij met elkaar in gesprek. Ja. Van, joh, dan is dit toch wel een fantastische manier. Ja. Nou ja, en toen hebben we gezegd, oké, laten we dan voor mensen die verder willen ook iets bieden. En die eerste module van de online transformatiecoachopleiding van 4 modules, die hebben we ook apart beschikbaar gesteld. Ja. Er zit bijna €100 korting op deze. Want ik wil gewoon graag dat veel mensen dat gaan doen. Ja. En dan is €299... vergeleken met de waarde die je ervoor krijgt, ook echt heel erg in balans. Ja. En vervolgens dan kun je die andere 3 modules ook nog achteraan. Als je denkt, of voor mezelf, of omdat ik gewoon als professional, als coach, psycholoog of therapeut, meer met dat transformatief coachen wil doen. Dan kan je die andere 3 modules ook nog doen. En dan kom je, dan ga je gewoon de diepte in. En ook daar zit geloof ik iets van €500 korting op in deze voor dit programma. Want we willen gewoon zoveel mogelijk mensen bereiken. Weet je, ik ben op een gegeven moment gestopt met 1-op-1 behandelingen geven. Omdat ik dacht, als ik 1-op-1 blijf, na 4006, denk ik, als dit blijft doen, dan... Je wil meer. En toen ben ik groepen gaan doen, dat doe ik nog. En toen dacht ik, ga coaches opleiden, healers opleiden. Dus, maar dat zijn groepen van 25. Toen dacht ik, dat kan ik 3 keer per jaar doen, bij wijze van spreken. Ja. 75 mensen per jaar. Ja. Hartstikke goed, blij mee, trots op. Super dankbaar voor. Maar het kan nog veel... Ik kan nog veel meer mensen helpen hiermee. En mensen bereiken met dat wat we hebben ontwikkeld. Nou ja, dit is natuurlijk ben jou ook echt intens dankbaar. Ja, wederzijds. Dat we op deze manier dit mogen doen met elkaar. Ja, nou ja, ik hoop dat je er gebruik van maakt nu. Want dit is het moment als je dit hoort. Laten we afspreken dat we sowieso... aan onze connectie natuurlijk komt geen einde. Ik zat te denken, misschien moeten we de volgende niet in het kapelletje doen. Maar Terra Nova... Frankrijk, bij jou daar. Weet je wat, ik zou het leuk vinden als jij een retrette komt doen op Terra Nova. Ja. En als we dat een beetje in beeld kunnen brengen. Ja. En dan, weet je, omdat je zelf het verhaal kunt vertellen. Ja. Nou, dat vind ik heel mooi. Dat jeugdtrauma van jou, waar we in de vorige afleveringen van gezien hebben, waar het toe leidt en waar het vandaan kan komen. Ja, dat kunnen we ook aanpakken. Ja. Nou, daar maak ik dankbaar gebruik van. Leuk. Heel erg tof. En dat zal ik ook zeker delen via het Koekeroe-kanaal. Meer informatie als je alleen luistert, kan je ook gewoon naar koekeroe.nl. Dan zie je het wel. Of koekeroe.nl/traumatalk. En natuurlijk ook in de beschrijving. Ontzettend bedankt. Heel graag gedaan. Top. Dit was Traumatalk. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende.